Van Geluwe vertrok naar Frankrijk. Vlaanderen Vandaag bleef de hele tijd in contact met Roger van Geluwe, maar pas vandaag, na lang aandringen, hadden we een exclusief gesprek. Dus hij heeft iets positiefs verwekt. Dat is ja, dus ik zou zeggen, ere wie ere toekomt. Dat is alleen maar de 5 minuten politieke moed van het slachtoffer geweest. Het slachtoffer van Mark van Geluwe. Ja, het slachtoffer van Van Geluwe heeft de moed gehad eindelijk zelf te zeggen wat er gebeurd is met hem in zijn kindertijd en in zijn jeugd. In de studio praat ik verder met Karin van Kouter, of is de Kouter? Karina van Kouter. Karina van Kouter, voorzitter van de parlementscommissie Seksueel Misbruik.